Moeilijke week dus voor Shabab, dat vandaag in Emmen de blamage van vorige week tegen AFC wil wegpoetsen. Het is de vierde minuut van de wedstrijd als Hooiveld WKE al op een 1-0 voorsprong zet. En gebeurde dat ook niet tegen AFC toen Jasper de Haar met zijn schouder weliswaar de 1-0 maakte, ook in de vierde minuut. Patrick Koppenaal, de vervanger van Alami Anag, die op de bank zat bij Telstar vandaag, voelt de buit dan alweer hangen. Want zijn ploeg begint natuurlijk niet goed aan die wedstrijd. Dan randje buitenspel, maar mag doorgespeeld worden. Dit is Gilly Grot, oog en oog met O'Neill, gaat tegen de vlakte. Speler Shabab zeggen dat het buitenspel is. Grot wil natuurlijk een penalty, maar zoals te zien heeft de scheidsrechter het goed beoordeeld. Hier was natuurlijk helemaal niets aan de hand en had Grot beter kunnen blijven staan. Mogelijkheid hier van Jordi Kris, notabene een verdediger. Voor het eerste gevaar bij Shabab. Hier weer Jan Hooiveld. Ja hoor, 2-0. En dat na 12 minuten voetballen. Het gaat weer hard. En Shabab, ja, Jamal Dibi zei het al vorige week. Wij zijn los zand. Daar is eigenlijk geen woord van gelogen. Hier weer Hooiveld met een schot. Hooiveld gevaarlijk vandaag in Emmen. Nou kan Shabab dan helemaal niets weer. Hier weer Jordi Kris. Net als even eerder, weer hij die het moet proberen. En dat is toch echt een verdediger. Het geeft aan hoe het ervoor staat bij Shabab. Hier gaat Hooiveld weer op avontuur. Ziet in zijn ooghoek Anton Jongsma vrijstaan. Jongsma tikt vrij eenvoudig de 3-0 binnen. Wat ook de ruststand zou betekenen. In de rust, domme speech geweest van Patrick Koppenaal. Zijn spelers natuurlijk op scherp te zetten. Shabab is wel vaker dit seizoen teruggekomen van een ruime achterstand. Ja, die speech heeft weinig geholpen, want hier is het Gilly Grot die de 4-0 maakt. En dat in de 67ste minuut. En dan kan je toch eigenlijk wel concluderen dat de wedstrijd al gespeeld is. En dat Shabab toch wel degradatiekandidaat nummer 1 aan het worden is hoor in de topklasse. Hier niet veel later. Jongsma met zijn tweede. Hij springt hem naar die bal. Dit tot grote frustratie van Patrick Koppenaal. Hij denkt aan buitenspel. Vierman sommeert hem om weer te gaan zitten. Maar ja, de frustratie is natuurlijk wel te begrijpen. Want een 5-0 achterstand, daar zit geen enkele trainer op te wachten. Kan Shabab dan helemaal niks? Jawel, hier met Bilal El Yaqoubi. Ja, staat het 0-0 en maak je in de 81ste minuut hier de 1-0. Ja, dan maak je natuurlijk een prachtig doelpunt. Dit is gewoon een mooie stift van Bilal El Yaqoubi. Shabab schiet er alleen helemaal niets mee op, want het is de 5-1 in deze wedstrijd. Hier wordt Hooiveld weer helemaal vrijgelaten. Hij vindt dan invaller Ali Al-Fredawi. En Fredawi maakt de 6-1 en dat is dezelfde stand als tegen de koploper vorige week, AFC. Shabab weer op grote achterstand. Nou, Hooiveld die wil natuurlijk nog wel zijn hattrick maken in deze wedstrijd. En in de korte hoek passeert hij Rinaldo O'Neill. WKE wint van Shabab met 7-1. Ja, we waren echt goed gemotiveerd om aan de wedstrijd te beginnen. En als je dan met 10 minuten en 2-0 achter staat, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk, ja. We hadden afgelopen week hebben we goed getraind. We hadden een goed gesprek met de spelers alleen. En dan begin je de wedstrijd vandaag en denk ik van, ja, helpt het wel allemaal dat gepraat? Ja, als je op het moment dat je simpele duels verliest achterin of niet goed verwerkt, ja, dan wordt het op dit moment gewoon afgestraft. Dat is gewoon zo. Jij blijft nu ook expres even buiten de kleedkamer? Ja, zeker. Ik moet afkoelen, want ik wil geen verkeerde dingen zeggen. En dan heb ik, kijk, we zijn allemaal een team. En dan ga ik niet zeggen van, oh, ik speel wel goed, die speelt wel goed. We zijn allemaal gewoon door het ijs gezakt. We hebben niks laten zien en dan blijf ik liever even buiten en even afkoelen. En dan stap ik straks de bus in. Dan moeten we op naar dinsdag voor de beker. En hoop ik dat we daar vertrouwen uithalen voor komende zondag weer.